Er komt een man, die komt in de kroeg, gaat aan de bar zitten. Hij zegt, barkeeper, heb u voor mij een glaasje melk? Nou, zegt die barkeeper, natuurlijk heb ik voor jou een glaasje melk, alsjeblieft. Dus die man, oh meneer, je doet me na. Nee, zegt die barkeeper, ik doe je niet na, zo ben ik. Komt ook een andere man, die komt ook in die kroeg. Hij zegt, barkeeper, voor mij een glaasje bier. Zegt die barkeeper, natuurlijk meneer, een glaasje bier. Dus die eerste man, zo rode kop, en zegt, barkeeper, je doet me wel na. Zegt barkeeper, nee hoor, ik doe je niet na, deed hem na. In de gezelligste discotheek van Den Haag. En dan was ik van de week donderdagavond, werk ik daar. Werk ik achter de bar en op een gegeven moment donderdagavond komt er een vrouw binnen en loopt met een hond onder de arm. Die loopt naar die bar toe waar ik werk en die gooit zo die hond op die bar. Zit ik die hond zo aan te kijken, heb die hond helemaal geen poten? Ik zeg tegen die vrouw, ik zeg, dat is ook zielig. Zeg ze wat, ik zeg dat die hond geen poten heeft. Ze zegt van nee man joh, daar merkt hij helemaal niks van. Ik zeg, meen u dat nou? Ze zegt nee joh man, daar merkt hij helemaal niks van. Ik denk, nou ja, het zal wel, dat was vrij rustig, dus we raken een beetje aan de praat. Ik zeg, mevrouw, ik zeg, hoe heet uw hond eigenlijk? Ze zegt, mijn hond, zegt, die heeft helemaal geen naam. Ik zeg, een hond en die geen naam heeft. Ik zeg, hoezo heb uw hond nou weer geen naam? Ze zegt, als ik hem roep, komt hij toch niet. Twee vlooien komen elkaar tegen. Zegt de een tegen die ander. Brrr, ik heb het zo koud, zegt hij. Ik heb het zo koud. Hij zegt, wat is er gebeurd dan? Hij zegt, nou zit hij, ik zat vanmiddag in een café, zegt hij. Hij zegt, zie ik er een man met zijn baard zitten? Ik kruip er mooi in, stap die man op. Is de motorrijder, heb ik 80 kilometer in de wind gezeten. Hij zegt, ja, maar dat doe je ook niet goed, jongen. Hij zegt, je moet in een slipje bij een vrouwtje klimmen. Hij zegt, zit je altijd warm. Hij zegt, nou, is goed. Na een week komen ze elkaar weer tegen. En die ene vloer weer, oh, ik heb het zo koud. Hij zegt, hij me raad niet opgevolgd dan. Jawel, zit ik was in datzelfde café, zit hij. Ik zie er een vrouw zitten, kruip mooi in een slipje. Hij zegt, ik val in slaap, ik word wakker, wat denk je? Zit ik weer in die baard van die motorrijder. Maar op de hoek zit een klein cafeetje. Op een gegeven moment, elke dag om 5 uur komt er een man binnen. Hij bestelt 4 borreltjes. Ik kijk zo, ik denk, eigenaardig. Hij krijgt 4 borreltjes en hij drinkt. Volgende dag weer, dag erop weer. Hij zegt, meneer, mag ik u wat vragen? Ik word erg nieuwsgierig. Hij zegt, waarom drinkt u altijd 4 borreltjes tegelijk? Hij zegt, ik heb 3 broers in Australië. Hij zegt, hebben we afgesproken dat we elke dag om 5 uur een borreltje drinken. Hij zegt, daarom, gezellig. Hij zegt, prima. De volgende dag komt hij, hij zegt, voor mij 3 borreltjes. Hij zegt, meneer, is er wat ergs gebeurd met uw broer? Zegt hij, nee. Zegt hij, maar ik mag niet meer drinken van de dokter. Komt een man een Chinees restaurant binnenlopen, die bestelt een whisky. Komt die ober aanlopen, hij zegt, 2 kwartjes. Dus die man die betaalt 2 kwartjes, hij denkt, dat is geen geld. Doe me maar een dubbele whisky. Dus krijg een dubbele whisky. Zegt die man, 2 kwartjes. Hij denkt, nou, een raar bedrijf hier. Maar goed, die Indische rijsttafel die wordt opgediend en die man gaat goed aan het eten. Roept hij de ober erbij, hij zegt, kan ik even afrekenen? Zegt die ober, 2 kwartjes. Hij zegt, 2 kwartjes, wat is dat hier voor bedrijf? Een whisky 2 kwartjes, een dubbele whisky 2 kwartjes, hele maaltijd 2 kwartjes. Hij zegt, wat is dat hier? Ja, zegt hij, baasje mijn vrouw naaien, ik baasje naaien.